Ik kom uw bed. Wow, 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 wow. What the heck gebeurde daar? Ik zag helemaal niets. Yo, what up mensen? Welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb dat je net zoveel zin hebt in deze video als ik. Ik weet niet of je me kon verstaan. Volgens mij zei ik niet echt wat ik wilde zeggen. Ik wilde zeggen, ik hoop dat jij net zoveel zin hebt in deze video als ik. Want ik ga vandaag iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En dat meen ik oprecht. En dat is namelijk Bed Wars. En Bed Wars is een van de meest gespeelde game modes. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik het nooit heb gespeeld. Tot op vandaag. Ik sta voor deze prachtige man in zijn pyjama broek. Jee, wat zie jij daar mooi uit, man. Moet je niet naar bed toe? Oh ja, nee, tuurlijk niet, want het is oorlog. Oorlog in zijn bed. Bedoorlog. Wij gaan gewoon lekker doen. Ik weet niet waar ik heen moet. Waar moet ik heen? Solo, dubbel. Nou, laat ik solo beginnen. Dan kan ik het even rustig bekijken allemaal. Bed Wars. Ja, gaat u maar naar bed. We gaan het gewoon doen. Ik weet het niet. Ik hoor dat het een soort van Egg Wars was of zo. Dus ja, we gaan het meemaken. 10. Waar is de aftelding? Oh, 5. 4. 3. 2. 1. Yep. Made it? Really? Ik was zo enthousiast! 4, 3, 2, 1. Yay! Het werkt! Ik heb hier een chest, maar er zit niets in. Waarom zit er niets in? Ik heb allemaal dingen: iron, gold. Heerlijk! Ik neem maar dat ik dat hier in de item shop moet kopen. Vast wel. 10 iron. Oké, ik weet niet echt wat ik moet kopen. Defend your bed. Oké, ja, het is dus gewoon echt een beetje Egg Wars, Witch Wars, die genre. Oké, dat snap ik. Daar kan ik mee werken. Daar kan ik mee werken. Ik ga gewoon lekker hout eromheen doen, want hout is meestal iets wat mensen... niet echt vaak... Ja, mensen halen niet een axe. Het is altijd een pickaxe, weet je wel? Dus als je dan opeens hout hebt, dan zeg je... Krijg je nou wat? Harry, kom kijken! Er zit allemaal hout op de bed heen! Nou, krijg nou Tietje Franca. Franca, ik weet echt niet hoe ik op die naam kwam. Maar ja, dat gevoel heeft altijd iedereen. En ik ga even mijn automatische jump uitzetten. Waar is die automatische jump? Ik speel dit spelletje elke dag. Toppie, toppie, toppie. Oké. Iedereen is al naar het midden. Ik ben te laat, jongens. Ik ben te laat. Ik heb ook niet een of andere fancy kit of zo. Ik heb helemaal niets. Oh nee, ik hoor dat mensen neergaan. Ik haal snel een stone sword. En blokken. Ja, blokken. Want ik ga winnen. Ja, ik zie daar iets hangen. We gaan daarheen. Ik zie een diamant hangen. Op naar de diamant. Dit kan toch alleen maar goed gaan vandaag, jongens. Ik weet niet of je snel pijlen en zo hebt. Anders had ik waarschijnlijk al een pijl op mijn haarsjes gekregen. Maar tot nu toe... Ah, lijkt de kust veilig, wilde ik zeggen. Arriba. Arriba. Hij heeft een iron sword. Hoe komt hij nu al aan een iron sword? Ga je naar rechts? Oeh, ja, wat ga je doen? Ik ga het omhoog bouwen. Oh, what? Oh, hij is eraf! Yes! We hebben de eerste persoon vermoord! Yay! Oké, nice. We zijn goed bezig. Maar die vent had al een iron sword. Oh, ik heb ook een iron sword. Wat heb ik voor gear? Ik heb permanent. Oh, je moet dingen permanent unlocken. Oh, dat is op zich wel cool. Dat is wel een coole gedachte. Dat is wel... Oh, ik heb al gear aan. Wat heb ik dan aan? Dingen. Oké, solo upgrades. Iron Forge, what the freak is dit allemaal? Oké, dat moet je met diamonds doen. En die kan je daar vinden. Oké, ik snap hem. Ik pak even snel deze. Ik ga denk ik wel even mijn armor upgraden. Dat kan eigenlijk nooit kwaad, denk ik. Permanent chainmail. Of nee, ik wacht wel. Ik haal wel iets anders. Eerst blokken. Laten we eerst gaan bouwen met blokken. Volgens mij komt die dude weer hierheen. Ja, helemaal toppie. Oké. Gezellig, man. Hupsakee. Auw. Dat deed wel pijn. Wat denkt die dude? Oké, we gaan gewoon naar hem toe. Ik weet niet waar die is. Ik heb nu ook 1 diamant gekregen. Whatever ik er ook mee kan. Ik ga naar die vent toe. Ik ga zijn bed kapot maken. Want ik ben helemaal klaar met die man. Oh, daar is hij. Oké. Hallo, meneer. Ik kom uw bed. Wow, 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 wow. What the heck gebeurde daar? Ik zag helemaal niets. What the heck gebeurde daar? Wat was dat? Een soort van verdedigingsmechanisme of zo. Nou ja, zeg. Oké. Als we het zo gaan spelen, meneer. Oké, prima. Oh, hij komt eraan. Hij komt er weer aan. Oké, dit moet ik gewoon weer gaan doen. Ik laat hem gewoon weer komen.
Ja, deze keer heeft hij geleerd van zijn fouten. Hij denkt ook van, ik blijf hier achter zitten. Ja, hey, doe maar hoor. Oh, hij gaat er vandoor. Oké, is cool. Is cool, bro. Later. Ik vind het heel irritant dat hier een slap staat. Het is echt... Dan val je zo, dan struikel je gewoon overheen. Nee, nee. Oh, hoe slaat die gast zo snel? Oh, is het 1.8 PvP? Nee joh, gek. Nee joh. Het is 1.8. Oh my god. Dat was ik helemaal vergeten. Oh my, ja. Shit, man. Voor de duidelijkheid, het verschil tussen 1.8 en 1.9 is dat bij 1.8 kan je spammen. Dus ik zat de hele tijd te wachten met slaan, maar dat hoeft dus helemaal niet. Je kan gewoon spammen. Oh, shizzles. Kom ik nu achter? Oh jee, oké, nou ik ga weg hier. Ik vertrouw het allemaal niet. Oh, hij komt er weer aan. Oké, ja. Nou, dan gaan we spammen. Ik dacht, hoe kan die vent zo snel slaan? Kijk, nu kan ik gewoon spammen. Hupsakee, tot ziens. Wow, 1.8 PvP. Wat een interessante gameplay, zeg. Holy moly. Oké, ik ga gewoon een stone sword halen. En ik heb een axe nodig of zo. Hoeveel kost een axe? 10. Ik heb geen... Oké, ik heb wel 10. Oké, ik kom er al aan. Ik heb 10. Alright, ga naar hem toe. We gaan naar hem toe. Oh, hij komt al naar mij toe. Wat heeft die fan met mij? Hij hakkelt ook echt als de malle. Wat de heck? Nou, fijn, dan ga ik wel weg hier. Veel plezier op mijn eiland, waar ik niet ben. Huh? Hij laat gewoon zijn eigen eiland in de steek. Om mij? Wat? Moet dit kapot? Oké. En hij valt naar beneden. Wat is deze vent aan het doen, jongen? En nu is hij weer boven. Wat? Wat is hier aan de hand? Wat een rare game mode. Wat een rare game mode. Oké, ik heb 10 gold nodig, toch? 12 gold. Oké, maar ik wil wel die iron gear. Jongens, wij kunnen dit gewoon nog redden, hè? Wij kunnen dit gewoon nog redden. Ik ga dit gewoon doen. Volgens mij heb ik niets meer aan die upgrades. Tenminste, ja, ik weet niet echt wat ze überhaupt doen. Die dude, die lekt als de malle. Vandaar dat ik hem dus af en toe sloeg en dat er niets gebeurde. Oh my god, ik lek ook als de malle. Hypixel, hoe dan, jongen? Je hebt zoveel spelers. Nou, dan ga ik je nu pakken ook. Tot ziens. We hebben een kill. Great team has been eliminated. Well, fantastic. Alright, dan ga ik voor de iron sword. Zo, en wat is dat dan voor ding? Een knockback stick. Dat is wel interessant voor deze dingetjes. Ik ga even kijken of ik trouwens een upgrade kan doen. Nu ben ik ook wel benieuwd ook. Kan ik het hier een solo upgrade doen? Creates a regeneration field around your base. Ja, daar heb ik niet echt aan. Your team gets sharpness 1. Oh, oké, we kunnen dus protection. Nou, sure, gooi maar protection erop. Heb ik in ieder geval iets. Oh, yes. Let's do this. Dit is nog... Oh my god, de lag. Ga weg met je lag. Please, please. Oké, oh, daar is iemand. Ik ben bang dat al deze mensen weten hoe deze game mode werkt. Ja, hier heeft ook golden apples en alles. Daar heb ik allemaal geen weet van. Oh man, hij komt eraan. Oh, hij heeft een knockback stick. Nee! Ja, wat is dit voor game mode, jongen? Waar moet hij ermee? Volgende keer pak ik ook die knockback stick. Ik ga het wel nog een keer proberen. Want ik vind het idee op zich wel grappig. Het tweede potje. Wij gaan kijken wat hier gebeurt, dames en heren. Wij pakken even wat iron. Ah, mooie iron. En dan, wat moest ik ook weer eerst doen? Oh ja, ik ging ook gebruiken. Ik weet niet of dat slim is, want eigenlijk als je dood bent, dan ben je toch ook gewoon dood. En dan moet je maar accepteren dat maar je bed weg is. Oh, wat? Hoorde ik nou iets? Ik hoorde plop, a plop, a plop. Ik zie al mensen naar het midden gaan. Wat is dan in het midden te halen? Oh, emeralds. Oké, emeralds. Klinkt zeer interessant. Ik ga even iets halen. Namelijk een stone sword. En ik ga even niezen. Dat was even mijn nies. Oké, we gaan even wat clay hierop doen. Zo, dan is in ieder geval het bed een beetje beschermd. Ja, ik weet het. Het is geen hout. Maar volgens mij is het wel zonde om al dat goud eraan te besteden. Zo. Want wat had ik ook weer nodig voor full iron gear? 12 gold. Oké, nou, dat weet je wat ik dan ga doen? Yo, dit is slim. Ik ga alvast... een pad maken. En terwijl dat pad maakt... Terwijl ik dat pad maak, laat ik ondertussen de gold regenereren. En dan kan ik dus gewoon straks in één keer zo'n setje kopen. En dan ben ik blij. Dat is het.
Simpel als dat. En oh ja, ik moet ook nog die diamonds ophalen. Ik heb een drukke dag voor de boeg. Als je het nog niet door had. Zo. Hupsakee. Yes, hoe ver moet ik nog? Jeetje, wat een eind moet je bouwen, hé. Wat een eind moet je bouwen. Hupsakee, alright. Is hier ergens toevallig een emerald? Hallo? Is hier een emerald ding? Ik zie hier twee emerald dingen. Ik ga erheen. Ook al heb ik nog geen gear. Maar ik wil gewoon emeralds. Yes, dankjewel voor die emeralds. Ik wil meer emeralds. Mag ik deze emeralds ook? Ja, super, dankjewel. Oké, cool. Ik ga weer terug. Ren! Wouter, ren! Now run, Barry, run! Now ren! Wouter, ren! Er is niemand hier. Alleen ik. In mijn eentje. Wat is het gezellig hier. Word ik gevolgd? Nope. Alright, wij gaan upgraden. Wat gaan wij upgraden? Eerst kijken we hoeveel... Yes, een diamond sword kunnen we halen. Oeh, maar we wisten ook die knockback is ook sterk. Dus neem ik ook... Shit! Nu kan ik niet meer mijn gear halen. Oh, ik ben veel te gretig. Dames en heren. Oké, de knockback stick. Oké. Kan ik niet iets upgraden of zo dat het allemaal wat sneller gaat? Het duurt nu zo lang. De gameplay is heel langzaam. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik wilde zeggen. Nu ga ik even hier een soort van T-splitsing bouwen. En dan ga ik naar die andere kant om wat diamonds te pakken. Zo werkt het leven, jongens. Zo werkt het leven. Deze kant, yes. Ik bedenk me nu trouwens pas dat ik gewoon die vorige gast dus een aantal keer heb verslagen... Terwijl ik dacht dat het 1.9 PvP was. Hoe die gast verliest zelfs, ook al spam ik niet. Dat is wel heel erg opmerkelijk. Vind ik zo. Wilde ik even met jullie delen. Hupsakee, 5 diamonds. Ik weet niet wat ik ermee kan. Vast wel iets moois. Zo, wij gaan even upgraden. Pakken deze erbij. Oké, upgrades. Regeneration field over je base. Sharpness. Ja, sharpness is wel chill. Oh, je wordt gesloten en geblind als iemand op je ding komt. Increase the spawn rate of iron and gold. Yo, dat is ook wel fijn. Maar eigenlijk moet ik voor die emerald. Nee, ik ga gewoon voor die emerald. Ik doe wel sharpness erop. Ja, super. Super. Dan nog één. Eén gold. Waarom dropt er zo weinig gold? Oké, daar is de gold. En dan maken wij snel... Permanent iron. Hupsakee. Lekker hoor. Ik heb permanent iron. En ik ben daar blij mee. Woe. Oké, ja. En dit soort middenstuk heb je trouwens wat minder aan een knockback stick. Bedenk me nu. Maar hey, dat maakt niet uit. Want ik ben hier voor de emeralds. Dankjewel voor de emeralds. Hier ook nog wat emeralds. Oeh, dank u. Oh shit, daar is iemand. Oké, ik ga hem pakken. Oh ja, ik moet spammen. Ik was alweer vergeten. Yes, ik heb hem! Yay, ik heb sneller gespamd dan hij! Woehoe! Lekker. Wie was dat trouwens? Dat was Geel. Waar is Geel? Oeh, daar is Geel. Oh, Geel komt er weer aan. Yo, Geel, zal ik jou eens even voor jou Geel slaan, man? What? Ik wil net zeggen, hoe? Hij deed wel veel damage. Ik weet ook echt niet meer hoe je moest spelen in 1.8, jongens. Ik ben dat echt helemaal verleerd. En hij komt weer naar het midden. Volgens mij is die gast gewoon oneindig emeralds aan het farmen of zoiets. Ja, ik vind het allemaal mooi, hoor. Gewoon lekker doen. Wat je gelukkig maakt. Zo, gaan we nog even wat diamonds halen voor een upgradeje. Volgens mij ben ik wel een van de weinigen die naar het midden gaat. Hupsakee, 4 diamonds erbij. Dit wordt een mooie dag. Even kijken. Zo. Oké. Oh nee, ik moest hier upgrades doen. Hè? Upgrades. Ik wil graag reinforced armor. Ik wil graag... Oh! Wat? Nee, jij weer! Jij! Vuilak! Oh, verdomme. Oké, ik was net echt allemaal dingen aan het unlocken. Komt die dude weer! Oké, nu moet ik wel iets gaan doen. All players on your team permanent gain haste 1. Ik weet niet echt wat dat doet, maar oké. Next enemy to enter your base. Ja, daar heb ik allemaal niets meer aan, want ik heb al verloren. Oké, we moeten nu echt iets gaan doen.
eten, toch? Oh nee, boog. Kan ik een boog kopen? Heb ik 12 gold nodig. 12 gold. Oké, laat ik dan deze even upgraden. Even kijken, waar... Hier, deze. Ja, dan krijg ik in ieder geval meer gold. Zo. En dan gaan we denk ik gewoon even schieten met pijl en boog, toch? Ja, laten we dat gewoon doen. Ik pak hem gewoon lekker erbij. Ik weet anders ook niet wat ik moet doen met al mijn geld. Shit, daar is hij weer. Oh, wat? Wat? Nee, nee, hoe heeft die fam mij eraf geslagen? Het is zo laggy en dan die spam, nee! Oh, ik weet niet of dit iets voor mij is, jongens. In ieder geval niet op deze server, want er zit echt te veel lag op Hypixel. Ik snap niet hoe. Maar oké, ik hoop alsnog dat jullie het vermakelijk vonden. Ik vond het wel grappig. Het is altijd leuk om nieuwe dingen te proberen. Het brengt ook meteen weer inspiratie in mijn hoofd voor mijn eigen game modes. Ik vind het super dope. Hopelijk vond je het ook leuk. Smash er even dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren, want elke dag om 5 uur komt er een nieuwe video online. En zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.